Yeah, yeah, yeah. One Happy Island. Bambini allemaal, welkom bij de vierde editie van de Aruba Thirsty Move, powered by the Aruba Tourism Authority. Wat ontzettend leuk dat jullie erbij zijn. Ik zie dat de mensen nu langzaam binnendruppelen. Mijn naam is Charmin de Vries, PR manager van de ATA in Europa. En ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik heb zeer kundige co-hosts vandaag. Dat zijn Elton Barber en Jaap Ellis. Hallo, welkom iedereen aan de vierde, op de vierde editie. 20. En ik nou, voordat ik jullie ga voorstellen aan onze gastsprekers, die echt op een waanzinnige locatie zitten, echt nou, daar wil je gewoon nu naartoe, wil ik nog even een paar huishoudelijke mededelingen doornemen. Ik zou vooral willen adviseren om zoveel mogelijk je microfoon op mute te zetten, zodat er geen ruis ontstaat. Zet ook je camera uit. Stel je vragen via de chat. Elton zorgt dat ze bij de sprekers terechtkomen. En vergeet niet dat er fantastische prijzen te vergeven is. Dus blijf tot het eind hangen, want dan pas weet je of je gewonnen hebt. Verder wil ik ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om de EU-rap van deze geweldige spreker, de Palm Tours, bekend te maken. Dat is Sander Langeveld van Globe Active. Hij doet het niet alleen, maar hij doet het samen met Ryan Hart. En Sander en Ryan, welkom bij de Thirsty Move. Laat ook vooral jullie gegevens achter, want op het moment dat ze op Aruba op één oor liggen, dan staan Sander en Ryan paraat om jullie van allerlei informatie te voorzien, te helpen met boekingen, you name it. Dus dat zijn de reps waar je naartoe moet als je een vraag hebt over de Palm Tours. Voordat ik jullie ga voorstellen aan onze sprekers, neem ik jullie eerst even mee naar de Palm Tours en naar het One Happy Island. Geweldige beelden, jongens. Geweldige beelden. Ik denk dat iedereen daar nu heel graag zou willen zijn. Ik weet zeker dat ik daar wel zou willen zijn. En ik weet zeker dat jullie ook op de locatie waar onze sprekers zich bevinden zouden willen zijn. Want als je dat ziet, dan denk je, nou, Wow. Ik nu zat. Zo geweldig is het. Ik hoor nog wat omgevingsgeluid. Jongens, zet die microfoon uit. En dan ga ik nu over tot het introduceren van onze sprekers van vandaag. Ook dat jullie mij kunnen zien, want ik zie dat mijn video gestopt is. Zien jullie mij, jongens? Yes. Ja, dat is mooi. Ja, ja, de techniek staat voor niks. Dan ga ik nu over tot het voorstellen van de gasten van vandaag. Dat zijn Rezella en Stephanie van de Palm Tours. Ladies, yay, welcome to the show. Wauw, wat zitten jullie daar prachtig. Waar zijn jullie? Ik zal een beetje opschuiven, dus zullen jullie nog een
klein beetje beter het strand zien achter ons hier. Oh. Ja. Nou, hier regent het, Stephanie. Ja, het is grijs en grauw. Ja. Iedereen wil daar naartoe. Oh ja, nee. Dan moeten we iedereen van harte welkom heten. Om gauw naar Aruba te komen. En hier zo'n beetje te komen genieten van dit geweldige mooie eiland. Ik zal me eigenlijk even voorstellen. Ik ben Stephanie Kolen, de International Sales Manager bij de Palm Tours. En vandaag wordt het zeker een gezellige middag, zodat we eventjes bij elkaar kunnen zijn. En allerlei leuke dingen te vertellen van wat de Palm Tours kan aanbieden. En ook dat we, ja, we praten ook een beetje over van Aruba uiteraard. Want ja, we staan heel lang te wachten. Dit groot moment dat, dat iedereen weer kan komen en op vakantie kan komen hier in Aruba. Hè? Dus we hebben dus de transfers dat we aanbieden. Op het moment dat de gasten aankomen, hebben we 3 verschillende klassen transfers dat we kunnen aanbieden. Dat is de bustransfer, de express van transfer en ook onze privé auto transfers. Dat hebben we. Het is allemaal klaar om te beginnen. En daaraan hebben we ook een hele leuke portfolio van verschillende tours dat we kunnen aanbieden. Als de gasten op Aruba zijn en, en dat ze dat gewoon kunnen beleven. En heel leuk dat iedereen weer op visite kan komen. Maar mooi. Ik laat even verder naar mijn collega Ricella, dat ze haar eigen ook even kan voorstellen. Ja, geweldig. Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Ricella Smit. Ik ben sales coordinator hier bij de Palm Tours. En als ik heel eventjes jullie mogen laten zien, wij zitten nu hier op de Palm Island. En als jullie kunnen zien, het prachtige beach en het mooie blauwe water, witte stranden. En de mooie roze flamingo's. En hier achter me zie je hier dat wij 4 beachcabanas hebben. En wij zitten vandaag hier onder de blauwe cabana. Wauw, dat ziet er waanzinnig uit. Het ziet er wel beter uit dan waar wij zitten eigenlijk. Oh. We moeten het met een greenscreen doen. Ja, dus wij zitten hier dus momenteel op de Palm Island. De Palm Island is een privé-eiland waar je dus een halve dag of een hele dag lekker met je familie kan genieten. Pakket is inclusief eten, drinken, alcoholic of non-alcoholic drinken. Ook hebben we dus lunch, we hebben ontbijt en ook een snackbar waar je 's middags lekker een hamburgertje kan eten. Ook hebben we dus nu een waterpark. We hebben de volwassen waterpark en we hebben ook een waterpark voor kinderen. En als jullie net kunnen zien, de palapas die we hier hebben, we hebben hier 4 palapas, die kan je dus ook voor een extra kost kan je dus verhuren. Die verhuren wij naar jullie voor de dag. En de palapa is included lichtbedden. We hebben een koelkast. Je krijgt dus je handdoekjes. Zo, je kan lekker champagne en prosecco, die krijg je er ook bij. En maximaal 8 personen, die kunnen dus hier onder zo'n palapa liggen. En dat is allemaal verkrijgbaar hier bij ons in de Palm, bij de Palm Tours. Het gedeelte wat ik doe bij de Palm Tours is meer het concierge gedeelte. Dus ik ben hier om je te verwelkomen. Je helpt met plannen voor activiteiten, restaurants, bars, you name it. Alle leuke dingen kan je bij mij terecht. Kijk, wat een leuke baan. Klinkt goed. Mooi. Ja, echt hoor. Heerlijk. Je hebt 2 dingen daarnet mensen op de watten leggen. Ja. Dames, heeft daarnet 2 dingen opgenoemd dat mij is opgenomen. Ja, sowieso in gelijk met champagne. Dus ja, Arubanen, die vinden altijd een borrel lekker. Het moment in een borrel is altijd fantastisch mooi meegenomen. Maar ook de glijbanen voor volwassenen. Nou, voor volwassenen. Jaap, ik kan jou wat vertellen, joh. Als je daar als volwassene die glijbaan gaat gebruiken, dan voel je je als kind. Geweldig. Goeie USP wel. Ja. Ja, zeker. Terug naar mijn 13e. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Maar jij bent, Elton, jij bent daar toch vorig jaar op geweest? Ik ben in januari geweest, ja. Januari.
Dit jaar nog in januari had ik de genoegen om de waterpark mee te maken met kinderen en voor mezelf als kind. Oké. Okay. Geweldig. Ja? 13 weer. Heerlijk. Ja. Fantastisch. Ja. Leuk om te horen, Elton, dat je het geweldig vond. Ja, zeker. Ja. Ja. Jullie hadden het over cabanas of palapas, maar dat is hetzelfde, toch? Ja, 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 dat klopt. Ja. En hoeveel hebben jullie er? We hebben er 4. Waar we nu momenteel zitten, hebben we er 4. Ja. Maar op het eiland gespreid hebben we nog enkele, hoor. Maar dit is dus die beach cabana. Dus is echt met de services dat Risella net noemde. De andere zijn gewoon dat je gewoon even lekker kan zitten, weet je, en zo. Maar om echt zo privé te zijn en dat je dan ook de flamingo's kan bezichtigen, weet je, dat is erg fijn. Dat is beach cabana. Nee, Thirsty move dit erop. Stephanie, kan je alsjeblieft je mute aanzetten? Nee, de andere Stephanie. Voordat we wat dieper ingaan op wat jullie allemaal hebben en hoe dat in de toekomst eruit ziet. Ja. Wat doen jullie zelf op dit moment op het eiland, nu het zo rustig is en er geen toeristen zijn? Ja, nou, het eiland is heel rustig, maar heel mooi. Heel, heel mooi, moet ik zeggen. Het stranden, het water, hier op Palm Island, maar ook op Palm Beach, hoor. Of Boca Catalina, weet je. Het is prachtig, helemaal prachtig. Als je zo een beetje aan de noordkust gaat rijden, weet je, als je allemaal ziet hoe prachtig de flora en fauna is, het is ongelooflijk. Heel mooi. Dus ik zal zeggen, voor de eerste mensen die dan naar Aruba zullen komen, is dat gewoon een treat. Gewoon een verrassing en een treat zal dat zijn. Echt waar. Kijk, dat is een goede manier om mensen ervan te overtuigen dat ze zo snel mogelijk moeten komen. Ja, ja, zeker weten. Absoluut. En wij zijn dus bij de Palm, zijn we dan gewoon aan het werk. De meeste van de crew is dan gewoon thuis aan het werk. Maar wij zijn ook heel hard aan het werk, sorry, om al onze services weer te herstellen in de toekomst. Dus we zijn bezig met de maintenance van al onze equipment. We zijn bezig met het trainen van onze personeel voor de nieuwe protocols. En ook alle protocols netjes te stellen, zodat iedereen weet, weet je, niet alleen met de airport transfers, maar ook met al onze excursies, hoe dat allemaal zit en hoe dat allemaal gaat worden dan. Ja? Netjes. Ja, heel netjes. Ja. Nou, volgens mij druppelen er wat vragen binnen van reizigers. Zal ik gelijk de bel even ringen voor die vragen, Charmin? Ja, ja, toch? Nou, we hebben inderdaad een vraag van Leslie. En die vraagt het volgende. Hoeveel kost zo'n cabana op de Palm? Ja, okay. Ik laat dat voor Gisella. Ja, de cabana hier zo waar de flamingo's zitten, die kost $329 voor de hele dag. En ik zal nog een keertje uitleggen. Dat is dus inbegrepen de lichtbedden. We hebben dus handdoeken, een ijskast, een flesje Prosecco en dan ook een persoonlijke concierge service hier voor de cabana. Kijk, wow. En dan gelijk naar de volgende van Jacqueline. Hoeveel mensen mogen in zo'n cabana, maximaal? Oké, Jacqueline, maximaal mogen er 8 personen onder een cabana. Kijk, mooi. Kijk, dat is goed om te weten, want ik denk dat die cabanas wel gewild zullen zijn. Ja, ze zijn heel erg populair. Ja. Heel erg. Heel erg zelfs. Ja, ze gaan, wanneer we weer helemaal opstarten, denk ik dat ze gelijk, ze worden heel, heel goed verkocht. Ja. Heel, heel goed. Ja. Nou, jullie hebben het net al eventjes aangestipt, maar jullie zijn natuurlijk volop bezig om de nieuwe, ik noem het de nieuwe reiziger, maar het zullen ook herhaalbezoekers zijn, om die weer te verwelkomen. Ja. Wat zijn, als je het nog een keer wat uitgebreider kan vertellen, wat zijn de maatregelen die jullie momenteel treffen om, om de reizigers weer te kunnen verwelkomen op het eiland? Ja, nou, als we beginnen op de airport, hebben wij alle protocollen in place. Dus bijvoorbeeld, als ik een voorbeeldje mag geven van de bustransfer bijvoorbeeld.
Onze buschauffeur die wacht dat eerst de passagiers en de bus zullen gaan. En de buschauffeur wacht buiten met mondkapje op. En we hebben de hand sanitizer in place. En bijvoorbeeld op onze bus hebben wij een grote capaciteit. Maar nu wordt het heel erg ingekort. Dus bijvoorbeeld op de bus mogen er maar 20 personen. En we hebben ook in de bus, geven we aan, duidelijk aan, welke stoelen in de bus gebruikt mogen worden. Dus met signs, weet je, van oké, deze vier stoelen net achter de chauffeur zijn geblokt. Die mogen mag niemand gebruiken. Maar dan wordt het dan naar geleidelijk aan aangegeven welke stoelen wel gebruikt mogen worden. En bijvoorbeeld, het gaat ook zo, hebben we ook protocol met de luggage van de gasten. De buschauffeur zet de luggage bijvoorbeeld in de bus. En als ze dus aankomen in het hotel, worden de luggage dus aangenomen bij de belmens van het hotel met handschoenen. En ze worden dus afgeleverd en wij gaan weg. En dan de hotels dan hebben ook hun eigen protocol hoe ze verder regelen met de luggage van de gasten. Dus dat is, en bijvoorbeeld met de express van, de private van, zal dat ook hetzelfde zijn. Hebben ook dezelfde protocol in plaats. En ook met private transfers hebben wij ook protocol in plaats. Met het mondkapje van de chauffeur, met de hand sanitizer, het schoonmaken. Want dat is ook belangrijk. Na het gebruik wordt het weer schoongemaakt. En ja, en op de tours hebben wij dat ook. Hebben we ook protocol, bijvoorbeeld de Jeep Tour. Vroeger konden er bijvoorbeeld 16 mensen, maar nu gaat het maar bijvoorbeeld alleen maar 8 mensen zijn. Ja, en ook met... Dan houden jullie die middelste rij bijvoorbeeld vrij. Ja, dat klopt. Ja. En dan bijvoorbeeld op de catamaran konden we vroeger met 80 man lekker gaan snorkelen of sunset sail. Maar nu wordt het misschien bijvoorbeeld met 40 bijvoorbeeld. Ja? En dan ook bijvoorbeeld wat de inclusions zijn. Wordt ook netjes aangepast. Bijvoorbeeld als je de ochtends snorkel nam, dan had je een lekkere open bar en een buffet. Een heel lekkere warme buffet. Maar nu zal dat ook worden aangepast natuurlijk. Want je kan niet zomaar dan, weet je, het eten zo blootstellen. Dus er wordt bepaalde regels genomen dat we dan ook met de tours zullen doen. Absoluut. Kijk, dat zijn goede, rigoureuze maatregelen. Ik heb nog één opmerking terug naar de Palm Island. Ja. Want de vraag was er net van hoeveel mensen kunnen maximaal in een palapa of onder zo'n cabane. Het antwoord was 8. Ja. Wij krijgen van Jacqueline van de Travel Counselors even te horen dat er duidelijk staat op het internet 12 man. Kan het kloppen? We moeten verwarringen even voorkomen. Ja, dat kan kloppen, Elton, want sorry hoor, want waar we nu zitten, dat klopt, dat is 12, maar we hebben ook die daarnaast, die 8 is. Dus we hebben een kleinere maat, dat 8, dat klopt van Jacqueline, maar waar wij nu zitten, waar Rosella net heeft gewezen, is 12, dat klopt. Dus die luxe cabanas, met alles erop en eraan? Ja. Dat is 12. Ja, en ook 12. Ja, en ter verduidelijking ook, wil ik even melden, je weet het nooit. Kijk, het prijsje dat Rosella dus net had vermeld, is alleen voor de cabana. Maar ze moeten wel degelijk ook de entrance tot de Palm Tours betalen. Dus de Palm Island. Dus bijvoorbeeld de entry fee voor de Palm Island is $132 per persoon. Dat is voor de adult. Maar dan als je dan die private beach villa wil, dan moet je dan ook dat bedrag dat Rosella dus vermeldde, ook erbij betalen. Dus dat is even ter verduidelijking. Ja, oké. Right. Helder. Ja. Maar even, weet je, en dan de rest hoeft dit niet te horen hoor. Maar voor de reisagent, hè, daar sta ik op voor de reisagent. Zijn er speciale deals voor de reisagenten als ze naar Aruba gaan, samen met hun familie, dat ze naar de Palm kunnen komen? Transfers, hoe zit dat? Ja, voor de reisagenten, dat klopt, hebben wij dus de reisagent plus 1. Dus 2 personen mogen een complimentary roundtrip bus transfer. Dus de regular share transfer, dus roundtrip, krijgt een reisagent plus 1 complimentary. Ja? En dan op onze tours hebben wij dan ook specials. Dat een reisagent, dus de reisagent alleen in dat geval, dan ook een special promotion kan krijgen.
Maar ja, nu dat we bezig zijn met het nieuwe, alles een beetje weer op te starten, nieuwe programma's, nieuwe alles. Dus wat de reisagent specials zullen zijn, zullen we spoedig vermelden. En dan zullen we dat naar Globe Active sturen en dan kunnen ze een mooie e-blast doen, zodat iedereen dat kan horen wat de special zal zijn voor de tours. Mooi. Nou, Sander, misschien handig dat Sander ook... Ja, maar misschien ook handig dat Sander even zijn gegevens op de chat achterlaat, zodat iedereen gewoon zijn e-mail heeft en dan kunnen ze hem direct benaderen in verband met dit soort vragen en specials enzovoorts. Ja, absoluut. Ja, maar ja, iedereen weet Sander wel te vinden, want als Sander niet bekend is, dan is niemand bekend in Nederland. Alles aan de wijn, toch? Ja. Dat is hartstikke fijn, absoluut. Dank je voor alle credits en eer. Masha, dankie. Ja. Maar Svenne, jij bent toch ook van Alphen aan de Rijn? Ja, ik ben ook geboren in Alphen aan de Rijn. En heimwee heb ik niet hoor, Sander. Nee, dat begrijp ik. Dat zou ik ook niet hebben hoor. Maar een hele, hele leuke stad om te wonen. Hele vriendelijke mensen, ja. Zeker weten. Maar toch zit je liever op de Palm Island, of niet? Ja, zeker weten met deze prachtige, prachtige blauwe water. Ja, ik zit liever hier. Ja, dat snappen we wel. Nou had ik nog een vraag over de tours. Gaan jullie ook, want capaciteit wordt natuurlijk beperkt. Maar omdat dat beperkt wordt en je dus minder verkoopt als het ware, zijn jullie ook bezig met andere producten, nieuwe dingen die jullie misschien gaan aanbieden? Op dit moment hebben we onze tours blijven hetzelfde. En we zullen geen andere, op dit moment, precies moment, hebben we geen nieuwe tours dat we mee bezig zijn. Want we zijn eigenlijk heel erg aan het focussen op wat we nu hebben. Zodat we de beste en de juiste product kunnen aanbieden. En, maar dus voorlopig hebben we hetzelfde. En, maar we zijn dus, wat ik al had uitgelegd, we zijn heel erg gefocust en bezig op de social distancing. En dat we de goede, correcte tour en dat iedereen zich ook veilig en lekker en gezellig voelt. En, ja, en bij ons bijvoorbeeld, bij de Palm Tours, als de gasten eenmaal dus op Aruba zijn en ze zeggen van, hey, weet je, ik ga een lekkere jeep tour doen, of een lekkere UTV tour, of een lekkere catamaran, of Palm Island, weet je, dan is het gewoon geweldig, want je bent in de buiten, je bent in het frisse lucht, je bent buiten. Dus, weet je, dus de kansen dat je dus bijvoorbeeld zegt, nee, ik wil niet binnen zijn, weet je, lekker buiten zijn, is perfect nu, op dit moment. Ja. Ja, zeker, zeker. Beter dan binnen zelfs. Ja, ja. Daarom. Mm-hmm. Ja, zeker. Dus daarom, ja. Ja. Dus, Hey, maar ga ik nog iets doen vandaag? Want, ik wilde er net over beginnen, maar je was me voor. Volgens mij zijn we bij een heel leuk onderdeel aangekomen, namelijk de prijsvraag. Ja, hè. Ding. Tuurlijk. Ja, we weten dat de Palm Tour sowieso zo direct een vraag gaat stellen die de reisagenten moeten beantwoorden. Maar, en zij geven ook iets weg, maar jij geeft ook iets weg. Oh ja? Ja. 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 Tuurlijk. Nou, we zijn best duurzaam bezig. De mensen die ons hiervoor al hebben gevolgd met die andere webinars die we hebben gehad. We houden dezelfde prijs erin. We hebben een hele mooie waterfles. Met, dit is van Join the Pipe. Join the Pipe. Daar drink je dus je water uit als je naar het eiland gaat, naar Aruba gaat. Trouwens, water, gewoon uit de kraan drinken op Aruba. Helemaal perfect. Hier hebben we een handdoek die je mee kan nemen. Of een baddoek, of een beachdoek. Ook helemaal Aruba branded. Gemaakt van recycled plastic uit de zee. En het komt in een prachtige goodie bag die je kan meenemen naar het strand. Mag je ook meenemen naar Scheveningen, maar op dit moment zou ik dat niet aanraden. Degene die dan de prijs wint, wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. Zometeen gaat Stephanie de vraag stellen. Degene die het eerst antwoordt, die wint die tas. Maar die wint ook een hele mooie prijs die gegeven wordt door de Palm Tours. En laat ik over aan Stephanie. Ja, dus degene die als eerste de vraag goed beantwoord heeft, die wint. Ja, ik laat het, sorry hoor, Sharmin en Jaap.
Ik heb het al zoveel verteld, dus ik wil dat Gisella ook iets vertelt. Ja, heel goed. Gisella gaat de prijs doen. Oké. Okay. Ja, goed. Zo, nu voor de prijsvraag. Nou, zo als ik heb vermeld, ik zit hier dus op mooie Palm Island met de flamingo's. Oh. En op deze pocket beach hebben we een aantal cabanas. Zo, hoeveel cabanas zijn hier op deze mooie pocket beach? Wow, de antwoorden stromen al binnen, jongen. Eentje, Mina. Oh, dit wordt spannend, jongens. Ja, dit wordt moeilijk. Dit wordt heel moeilijk. Ja. Maar dat gaan we nog niet vertellen wie die heeft gewonnen. Nee, pas aan het eind van de rit. Het één doen. Ja. En wat geven jullie weg? Terugkomen op de Palm Island weer. Jaap, als je weer... we hadden het er net over Back to the Juvenile, 13 jaar. Maar weet je wat ook geweldig is, dames? En dit is ook van de Palm Island, wat mij is altijd bijgebleven, is de sea tracking. Dan kan je gewoon met een helm onder water lopen, dus je kop blijft gewoon droog. Dan loop je gewoon onder water, zie je de visjes gewoon voorbij komen. Ja. En dan kom je uiteindelijk zo'n tafel onder water tegen. Helaas wel, fles wijnen zijn leeg. Ik zie hier dat ze gevuld zijn en drinken ook een glaasje onder water. Ja. Maar wat een beleving, joh. Geweldig. Ja, het is echt heel mooi. We hebben ook nu een van de bussen van de Palm Tours, die hebben we ook dus naar beneden laten zinken. Dus dan zie je hoe al het koraal en alles omheen is gaan groeien. Ja. Dus echt prachtig. Ja. Echt heel mooi. Ja, het is zeker de moeite waard om een dagje gewoon de Palm Tours te vertoeven. Maar Elton, heb jij dat gedaan? Ik heb het gedaan, ja. Ja, duiken kan ik niet, dus ik moest gewoon met die helm en droge kop, hè. Ik kan niet duiken zoals jij. Dan moet je innoveren. Ja. Wat je hebt op de Palm Island, heb je namelijk dan... dus je hebt die waterpark, je hebt dus die cabanas, je kan dus snorkelen, je hebt die sea track, je hebt ook snuba. Snuba is een soort combinatie van snorkelen en scuba diving eigenlijk. Maar je blijft gewoon ademen. En je hebt ook bijvoorbeeld de salsa lessons en je hebt de volleybal. En en we hebben dus ook een hele... De Palm Tours heeft ook een hele mooie... drie mooie winkels. En we hebben een brand en dat heet Bibadushi. En Bibadushi is het papiament voor het gezellig leven eigenlijk. Hè? En daar hebben we dus hele leuke dingetjes op de achtergrond gezet. En we hebben ook een winkel op de Palm Island. En dat heet Bibadushi. Dus het winkel heet Coconuts bij de Palm. En daar kan je dus alle leuke dingen kopen. En dan hebben we ook eentje bij het Barcelo Hotel. Hebben we ook een winkel. En ook op onze Palm Pier, waar onze boot vaart, onze catamaran vaart, hebben we ook een winkel. Dus we hebben drie winkels dat we ook in ons portfolio hebben. Dus na de transfers en al de tours hebben we ook leuke winkels. En en we hebben ook eentje op de Natural Bridge. Hebben we ook een winkel. En daar kan je alle branded logo'd items kopen van Bibadushi. En jullie hebben ook trouwens ook bij meerdere hotels ook zo'n concierge achter, zo'n booth achter. Ja, waar klanten eigenlijk voor zichzelf ook excursies kunnen boeken, toch? Ja, dat klopt. We zijn in de merendeel van de hotels hier op Aruba. Hebben we zo'n de Palm Tours desk. Waar alle klanten dus... kunnen gaan. We kunnen alle tours kopen eigenlijk. Maar, sorry. Excuse me. Maar eigenlijk gaat het ook over het feit dat, dat we present zijn, wat Gisella aan het begin vertelde, over de concierge service. In bepaalde van de hotels, bijvoorbeeld een voorbeeld noemen de Marriott, hebben wij dus in alle drie Marriott's hebben wij een concierge service. De gasten kunnen dan heel gemakkelijk hun return transfer boeken. Dus om een transfer op te stellen is het heel gemakkelijk. Je komt aan en dan heb je de bus of de auto of de van en dan ga je naar je hotel. Maar de trick is eigenlijk, hoe breng ik die mensen terug? En dat is het hele goede van, als je die desk hebt in het hotel, dan heb je constant contact met de klant. Mm-hmm. En dat hebben we dus digitaal in ons eigen systeem. Dus op het moment dat de klant naar onze desk gaat, naar de computer, de agent helpt de guest en die doet alles erin. Oh, ik vertrek morgen, KLM, zo'n nummer. Oké, mevrouw, meneer, de pick-up zal zijn om 3:15. Nou, dan komt de bus. En dan zo heb je dus constant interaction met de gasten, zodat alles feilloos kan verlopen.
Oké, okay, nou mooi, mooi. Wat een service! Dat geeft toch de klant een beetje het gerust gevoel tijdens de vakantie, hè? Dat je alles gewoon in bereik hebt. Ja, en wat Lisella ook net vermeldde. Bijvoorbeeld, we hebben dan ook bepaalde klanten, vertegenwoordigen uit Europa, uit Canada, uit Amerika, Zuid-Amerika. En dat hebben wij dus de AYS-service, dat is At Your Service. En dat doet Lisella. En dat bijvoorbeeld hebben we constant contact met de gast op WhatsApp of via telefoon. Als ze iets hebben, bijvoorbeeld ze willen van de kamer veranderen of ze worden... Weet je, ze voelen zich niet lekker van, hey, weet je, ik wil iets hebben of ik wil naar een restaurantje. Ik weet een heel leuk restaurant dat Lisella heel lekker vindt. Lisella, mag je dat even vermelden, dat restaurantje? Oh ja, tuurlijk. Ja, voor lekker Arubaanse lokale cuisine. De Papiamento restaurant is een van de beste hier. Nog nooit van gehoord, echt nog nooit. Heerlijk. We hebben de lekkere Kishiyena is een soort gevulde kaas met lekkere kip erin en lekkere groenten. En hun verkopen de beste Kishiyena, zeker weten. Oh, ja. Heb je betaald voor deze reclame? Hoeveel heb je betaald voor de reclame, ja? Maar Sander, Stephanie en ik zijn daar een keer gaan eten. Was gezellig, was leuk. Ja, dat klopt. Dus ja. Kunnen jullie nog even vertellen wat de reisagent die het antwoord als eerste goed had, wat we natuurlijk uiteindelijk gaan bekendmaken, wat die nou gewonnen heeft? Ja, dat is het. Ja, en de winnaar van de prijs is voor twee personen. Ah, dat is geweldig. Een off-road jeep tour voor twee personen. En is dat, mag de klant dat uitsluitend zelf gebruiken? Ik bedoel de reisagent. Of kunnen ze dat ook aan een klant die waar ze een reis naar Aruba hebben verkocht, kunnen ze dat ook aanbieden? Ja, ze kunnen het voor eigen gebruik, voor zichzelf gebruiken, maar ze kunnen deze ook overhandigen aan een van hun klanten. Oké, nou ik krijg net door dat sommigen alleen de muziek horen, dus ik zal het nog even herhalen. Fantastische prijs. Ik laat aan jou over om het nog even te herhalen. Okay. Zo, de winnaar van de prijsvraag met het juiste antwoord, die wint dus een jeep tour voor twee personen om lekker off-road te gaan hier op het eiland. En de eigen Aruba te zien. Ja, klopt. En deze prijs kan je voor jezelf gebruiken, maar je kan deze ook overhandigen aan een van je klanten, van je gasten. Ah, perfect, perfect. Ja, toch wel echt dé manier om het eiland te zien. Ja, zeker weten. Ja, kijk, dat vind ik juist het bijzondere van de Palmen. Die hebben voor gewoon eigenlijk van A tot en met Z om te bieden, dus van transfers naar de Palm Island, privé op de Palm Island, naar sunset sailing met een katamaran en ten huwelijk vragen. En we hebben het niet over jou. Dan heb je ook zelfs een submarine. Atlantische submarine hebben ze ook. Dus wil je het onderwaterwereld gewoon op een andere manier beleven, kan het ook. En je blijft helemaal droog. Niet alleen maar je kop, maar helemaal. Dus... we zeggen, Elton, bij ons hebben we dus de slogan, we zeggen one-stop shop. Ja, for everything. Klopt. Als jullie nou zelf, want jullie hebben zo'n fantastisch aanbod, als jullie nou zelf iets moesten kiezen van de Palm Tours, wat is dan jullie eigen favoriete tour? Ik laat het eerst aan Lisella overleggen, gaan zij eens antwoorden. Nou, mijn favoriete tour, mijn persoonlijke favoriete tour is de UTV. Ik ben een hele erge fan van de UTV, want het is een combinatie van waar je het eiland ziet. En ik ben heel erg adventurous, dus ik hou van off-road. Maar je krijgt ook je hebt de gelegenheid om in de natural pool te gaan zwemmen. En het mooie koraal van in de natural pool te zien. Dus ik hou van de UTV tour. Mooi. Ik hou van de catamaran, de snorkel tour. Want dat vind ik relaxing en weet je, gezellig op de boot, een beetje uitwaaien. Ja. En niet te vergeten die fantastische open bar. Ja, dat ook, hè.
Charmes is inmiddels helemaal ingeburgerd als Arubaan, hè? Ja, ja, kijk, en deze Aruba Riba die ik hier vast heb, nou, als jij met de Palm Tours meegaat, met de Palm Pleasure, dan kan je onbeperkt Aruba Ribas drinken. Ja, dat klopt. Wie wil dat nou niet? Ja. Hey, laten we overgaan naar de prijs. Ja? Ja, ja. Goed. Jij mag de winnaar bekendmaken. Dit is een zeer, zeer moeilijke taak. Dus ik zou zeggen, ja, bereid je voor. Take it away. Take the torch. Ja, ik vind wel dat ik iets meer moet gaan doen dan alleen maar prijzen. Zullen we dat hier nou even over hebben? Mag dat? Ja, is goed. We doen een vast blokje Papiamento promoten. Ja, okay. En dan later, nadat we de prijzen bekend hebben gemaakt, misschien dat je nog even met die camera rond kan lopen. Maar dan gaan we nu over naar de prijzen. Nou, wat jullie al hebben gezien is, de winnaar is al heel snel. Het was eigenlijk obvious dat het nummer 4 was. De vraag was, hoeveel cabana's zijn er? Nou, het zijn er 4. Dus... degene die dat wint, die wint een Jeep Tour voor 2 personen, ook weg te geven aan een van de klanten. En degene die er gewonnen heeft, die was er als eerste bij, dat is onze grootvriendin van Personal Touch Travel, Astrid van der Hondel uit Reeuwijk. Astrid, bedankt om live te zijn bij ons. Felicia. Ja. Dank voor het hier live te zijn bij ons. Wat we gaan doen, we gaan jou een pakketje opsturen met een voucher erin. Yes. En dan komt het allemaal goed. Ja. Thanks om hier te zijn. Ja. Nou, dankjewel Jaap. Moet u zelf... Onze ongeduldige Jaap. Tjoh, prijzen weggeven constant. Ja. Zo. Nou, zal jullie nog een stukje laten zien van de pijlen? Welcome to Aruba, Aruba. Island in the sun. Island in the sun. Beautiful people. Let's have some fun. Nicolás, Canichela, Hueva, Nilama, Ahuelvan, Baby Beach, Sabaneta, ahora mi visa vomita casi llega, Subicero Alto, en la Santa Cruz, Ford y Paradera, Bobo, Aquiluz, Lenta, ahora y está, Loro, Bay, North, Paraman, Eagle Beach, y nada, mi sport. Welcome to Aruba, Aruba, Island in the Sun, Island in the Sun, beautiful people, let's have some fun. Island in the sun, beautiful people, let's have some fun. Wat een geweldige beelden, jongens. Daar wil je gewoon nu naartoe. Echt fantastisch. Jullie zijn natuurlijk ook super actief op social media. Wat zijn jullie social media kanalen, zodat iedereen jullie kan volgen en kan zien wat jullie allemaal te bieden hebben? Ja, jullie kunnen ons volgen op Facebook en ook op Instagram. Pinterest hebben we ook, maar we zijn meer actief op Facebook en Instagram. Dus daar kunnen jullie naartoe voor foto's, voor meer informatie, voor alle specials. En ook niet te vergeten onze website voor meer informatie over onze activiteiten die we hebben aan te bieden. Ja. En de Facebookpagina is gewoon de Palm Tours? De Palm Tours, ja, klopt. Waarom? En even nog een vraagje, als er bijvoorbeeld even, als reisagenten zeg maar een special willen uiten met de Palm Tours, kunnen ze de foto's ook ergens van downloaden? Of moeten ze aan Sander even vragen, of aan Stephanie, of aan jezelf? Ja, ze kunnen altijd even aan Sander contact opnemen met Sander, Globe Actor. Okay. En ze hebben al wat images van ons, maar als ze... Okay. Speciale images willen hebben, dat kan. Dan kan, kunnen we dat horen van Sander en dat zullen we dan regelen, dat ze dat krijgen. Okay. Ik wou ook even vermelden wat Gisella net zei over social media. We doen dagelijks of heel frequent doen we veranderingen in foto's, weet je, elke keer nieuwe foto's, video's doen we ook. Zodat we onze mensen op de date kunnen houden, weet je, niet alleen van de Palm Tours, maar ook van Aruba. Want het is onze One Happy Island, hè? Dus we moeten samen, samenwerken. En, en ook doen we ook wat voor onze lokale markt, doen we wat prijsjes
voor de lokale markt, dat ze dan misschien een dagje kunnen komen op de Palm Island. Want de Palm Island is dicht. Maar ja, op de lokale markt dan winnen ze een prijs en dan kunnen ze een dagje komen, 4 personen. En dan zijn ze met de flamingo's. Weet je, alleen dat de flamingo's een beetje mensen zien, yeah, en dat het een beetje netjes blijft. En dat ze vinden het geweldig, oh, om er mee te zijn. Ah, netjes. Ja, ja, heel leuk. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we dan aan het eind gekomen zijn van deze geweldige Thirsty Move. Wat denk jij, Elton? Ja, volgens mij wel, hè. Het is weer de vierde. Ja. En we weer een hele mooie sessie gehad. Bedankt, dames, voor jullie, ja. Ja, jullie tijd. En ladies, Masha, dankie. Het was echt geweldig. Ja, dank voor alle informatie en de inspirerende beelden. Nou ja, het is gewoon live. What you see is what you get. Nou, dat willen we allemaal, denk ik wel. En we zullen het delen, Charmin. Bedankt aan alle luisteraars. En Sander Langeveld natuurlijk. Masha, dankie. In de EU. En ik zou zeggen, neem een borrel. En tot volgende week. Want dan gaan we volgende week een leuk boutique-soortje gesprek. Nou, dag iedereen. Ja. Masha, dankie. Hallo. Island in the sun, beautiful people, let's have some fun.